Nou, deze foto is me erg dierbaar. Dat is een foto van de lustrumreceptie van de JFV in 1992. En hier toost Tijn Kortman met ons. En ja, ik heb warme herinneringen aan Tijn. En de manier ook waarop hij daar toen weer stond en ons toesprak. Je ziet mijn halve gezicht, want er is een glas bier voor mijn gezicht. Maar ik weet dat ik echt heel trots was. Ja, dus deze foto is leuk. En het weerspiegelt denk ik ook. We hadden een heel leuk bestuur, we hadden heel veel plezier. Maar we staan daar heel formeel in kasteeltje Heijendaal te recipiëren. Ik sta aan het bier, ik drink nooit bier, maar dat hoorde erbij toen. Dus nou ja, het is eigenlijk, ja, er zit van alles in deze foto. Ja. Ja, was mooi. Vergeet ik niet snel meer. Ik ben Marianne van den Bos. Ik ben 50 jaar en ik heb in Nijmegen gestudeerd van 1988 tot 1994. Nederlands recht. Ben toen een paar jaar weggegaan. Heb allerlei andere dingen gedaan. En ben sinds 1999 weer aan de faculteit verbonden. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik rechten ben gaan studeren in Nijmegen vanwege Tijn Kortman. Ik heb een gymnasium beta-opleiding gedaan. Dus ik kon eigenlijk van alles en nog wat kiezen. Mensen zeiden toen tegen me, je moet iets technisch gaan doen. Want dat past bij jou. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Hè? Dat was toen ook de slogan. Maar ik kwam er al heel snel achter dat ik dat niet wilde. Dat ik dat te theoretisch vond en ook te weinig maatschappelijk. Ik was echt op zoek naar iets maatschappelijks. Ik heb zelfs econometrie in Rotterdam overwogen. Ik heb geneeskunde overwogen. En toen zei iemand tegen mij, in mijn vriendenkringje zou eens over rechten moeten nadenken. En in eerste instantie was ik daar erg verbaasd over. Maar toen ben ik me daar toch eens op gaan inlezen. En toen ben ik hier naar de open dag gegaan. Daar heb ik een intro-lezing van Tijn Kortman bijgewoond. En toen dacht ik, dit wordt het. En het wordt ook hier, want van deze man wil ik les. Dat vergeet ik nooit meer. Die zette dat zo fantastisch neer. En het boeide me meteen. Ik denk met heel veel plezier terug aan de colleges van professor Scheltema. Die mensenrechten hebben me altijd erg gefascineerd. Hij gaf rechtsfilosofie. En hij had een prachtig boekje geschreven, Mens en Mensenrechten. En die man die kon met zijn Belgische accent college geven op een manier. Ja, dit fascineerde me enorm. Het was zo ontzettend leuk om naar hem te luisteren. Het was bijna ja, een soort... Hoe zeg ik dit nou goed? Een verhalend college waarin hij het belang van die filosofie heel erg goed neerzette. Ik herinner me één college, dat gaf hij over Descartes. Ik denk dus ik ben. Of ik denk dus ik besta. En hij had de hele redenering van Descartes die tot die ene zin leidde, daar had hij 2 uur voor nodig. En ik heb zitten meeschrijven en ik heb later geprobeerd het nog uit mijn hoofd te leren. Hoe die redenering was en de manier waarop Scheltema dat verwoordde, dat vond ik fascinerend. Ja, dat vertel je natuurlijk s'avonds niet tegen je vrienden in de kroeg, dus weinig stoer. Maar ik vond dat echt heel erg leuk om dat te bestuderen. Ja. Ja, met ontzettend veel plezier. Dat is zo'n vormende tijd. En ik vind de luxe om dat 6 jaar lang te hebben mogen doen, ja, die zou ik iedereen gunnen. En ik vind het echt heel jammer dat het nu zo anders is voor heel veel mensen. Ik ben er vol in gedoken. Ben ook op allerlei manieren actief geworden voor de faculteit. Niet alleen bij de juridische faculteitsvereniging, maar ook voor de faculteit zelf. In een commissietje hier, een werkgroepje daar gezeten. Ik heb 2 jaar in het bestuur van de JFV gezeten, van de juridische faculteitsvereniging. Waarvan 1 jaar een lustrumjaar was. Dat zou eigenlijk mijn afstudeerjaar hebben moeten zijn. Maar toen heb ik echt wel... een voltijds baan bijna gehad met dat lustrumjaar. Heel erg leuk om te doen. En ik ben nog een jaar naar Essex gegaan met het toenmalige Socrates-programma. Ja, de uitwisseling met de University of Essex. Ja, ik heb uiteindelijk voor Essex gekozen omdat het een advies was van Marja van Empel. Ik liep met een vriendinnetje bij haar naar binnen in haar spreekuur. Een beetje bleu wel. Van, we willen ook graag naar het buitenland en we hebben bedacht dat we naar Leuven gaan. En toen zei Marja, nou, kom op meid, je gaat toch niet naar Leuven, je gaat naar een ander land waar je echt ook een andere taal moet leren spreken. Dus toen ben ik dankzij haar, samen met dit vriendinnetje Sandra, in Essex beland. Dit is een foto van
Sandra en mij. Sandra was vriendinnetje, het studievriendinnetje met wie ik samen naar Essex ben gegaan. Die foto is me erg dierbaar. Ja, ik heb 300 foto's van haar en mij samen in Essex. We hebben dat jaar echt samen beleefd. Dit is in mijn keuken in Addington Tower op Essex University Campus. Een verschrikkelijke architectonische betonnen ellende. Want je was net alsof je op alsof je in een of andere Oost-Europese communistische stad zat. Wel een prachtig park eromheen. En ja, ondanks dat het architectonisch vreselijk was, hebben we daar wel een heel erg leuke tijd gehad. Dat was een fantastisch jaar. Ik heb wel wat vakken gehaald, maar het was toch vooral wat je doet in het buitenland. Veel andere dingen ook naast je studie. Heel erg leuk. En daar heb ik een vak gevolgd, International Environmental Law. En daar ben ik tegen het vraagstuk van de mensenrechten in de context van dat Environmental Law aangelopen. En toen wist ik waarom ik echt rechten was gaan studeren. Dus dat onderwerp heeft me enorm geboeid. En dat betekent dat ik terug ben gegaan naar Nederland. En het mensenrechtelijke vak dat hier toen werd gegeven door Willem van Genuchten. Dat ben ik toen gaan volgen. En toen heb ik mijn scriptie bij hem ook geschreven, hier afgestudeerd. En toen ben ik een zevende jaar gaan studeren. Dan heb ik mijn ouders lief aangekeken of dat het alsjeblieft nog mocht. En ook nog een beurs gekregen via de universiteit. En ben ik nog een jaar terug gegaan naar Engeland. En daar heb ik een LLM-programma in International Human Rights Law gedaan. Ja, toen heb ik de overstap gemaakt naar mijn eerste baan. Dat was dus inmiddels in 1995. En dat was bij Artsen zonder Grenzen in Amsterdam. Daar was ik junior op de Humanitarian Affairs Department. En dat was een groepje van juristen die de advocacy-rol van Artsen zonder Grenzen hielpen invullen. En dat was natuurlijk voor mij als net afgestudeerde jurist met zo'n mensenrechtenprogramma net achter de rug een waanzinnige tijd. Ik heb op het hoofdkantoor gewerkt in Amsterdam. En daarna ben ik ook nog een maand of 7, 8 naar Bosnië gegaan. En heb ik in verschillende vluchtelingenkampen gewerkt en op verschillende plekken waar Artsen zonder Grenzen zo zijn team zat zitten. Dayton was toen net getekend, het vredesakkoord. Dus het was in die zin redelijk veilig. Het was niet zo dat ik daar in allerlei oorlogsgeweld belandde. Maar juist omdat het net getekend was, was het toch ook allemaal heel diffuus. En heb ik ook nog wel spannende dingen meegemaakt daar. Maar juridisch en gewoon voor je ontwikkeling als mens een fantastische tijd geweest. Ik ben in, en moet ik het goed zeggen, begin 1999 teruggekomen naar de faculteit. En dat komt omdat een goede vriend van mij hier aan het promoveren was, Jeroen Stal. Die wist dat hier een coördinator voor de Nijmegen Law School gezocht werd. En toen belde Bas Kortman mij. En die zei, dag Marianne, weet je nog wie ik ben? Nou, natuurlijk wist ik dat nog. Wil je eens komen praten, want wij denken dat we een leuke rol hier hebben. En wellicht is dat iets voor jou. En toen ben ik hier op gesprek geweest met bij Bas Kortman en bij Dennis Faber. En ja, een paar weken later hier begonnen als coördinator voor de Nijmegen Law School. Ik denk alles bij elkaar een jaar of 5. En in de loop van die 5 jaar ben ik ook bij het Centrum voor Migratierecht betrokken geraakt. Daar heb ik wat onderwijs gegeven, wat onderzoek gedaan. Nooit promotieambities gehad. Dat was aan mij echt niet besteed. En toen ben ik in 2003 overgestapt naar het CPO. Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. Ik ben destijds begonnen in 2003 als adjunct-directeur. Die waren er toen nog bij het CPO, maar die hebben we nu niet meer. Dus ik ben sinds 2006 directeur opleidingen. En dat doe ik samen met een andere directeur. Dus met z'n tweeën vormen we de directie. Hier is een directeur bedrijfsvoering. Die is meer voor de binnenkant van de organisatie, vat ik het maar eventjes samen. En ik ben meer voor de buitenkant van de organisatie. Dit is een foto van alle vrijwilligers van de juridische faculteitsvereniging tijdens het lustrumjaar. Die hebben we met z'n allen meegenomen naar een weekend Amsterdam. Bob's Youth Hostel. Iedereen die erbij was, die zal meteen weten. Oh ja, dat was een jeugdherberg of zo. In Amsterdam. En daar kregen wij een rondleiding van Dr. Rob. Dit is Dr. Rob. Die speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden. Was een acteur. Maar die kende Amsterdam ook heel erg goed. En die heeft ons meegenomen met een rondleiding. Onder andere ook over de Wallen. Nou, het was hilarisch. De verhalen waar deze man mee kwam. Dus je ziet hier ook iedereen echt schaterlachen. Nou, dat was wel een beetje de rode draad van die middag. Ik heb gelukkig nog heel veel contact met studiegenoten uit die tijd. Dat is echt ontzettend leuk. Zowel zakelijk natuurlijk vanuit het CPO. Maar zeker ook privé. We hebben een mooie club overgehouden aan die JFV-tijd.
En wij zien elkaar nog geregeld. We hebben elk jaar een derde kerstdagdiner, zoals dat heet. Dat was lang, letterlijk op derde kerstdag. Maar dat is inmiddels, zeker toen er kinderen kwamen en zo, wel wat gaan schuiven. Dus een beetje wisselend. Maar we zien elkaar bij elkaar thuis of in een leuk restaurant ergens. Op het strand, dan zijn alle kinderen erbij. Ja, dat is ontzettend leuk. Het is heel, heel dierbaar. We lopen zeker niet de deur bij elkaar plat of zo, maar we zijn wel echt vrienden. Mijn mooiste herinnering aan het CBO? Ik heb er zo vreselijk veel. Ik heb heel veel externe mooie herinneringen aan het CBO. Dan denk ik aan onze Lustrumcongressen. Aan het moment dat we hoorden dat we de aanbestedingsachtige procedure, zo heette het, van de Orde van Advocaten hadden gewonnen. Voor de beroepsopleiding advocaten. Dat was zo verschrikkelijk hard werken geweest. En toen wonnen we hem. Nou, dat was een ontlading die we met de hele club tot diep in de nacht hebben gevierd. Toen zijn we wel echt even gaan eten en op stap gegaan. Dat was een onvergetelijke avond. Als laatste denk ik terug aan onze Lustrumfeest in de zomer van 2019. Dat hebben we hier in de buurt van Nijmegen op een strand ergens gevierd. En dat was fantastisch. Ja, daar had je bij moeten zijn, maar het was één groot feest. En iedereen die erbij was, die zal zich dat zeker herinneren.